Goedemorgen, welkom bij deze vrijdagmorgen. Wij zijn op het punt om naar school te gaan. Tenminste, de kinderen gaan naar school. Ik moet ze natuurlijk alleen maar brengen. Ze zijn heel erg op elkaars irritatiegrens. Want het was natuurlijk gisteren 20:30 dat ze sliepen vanwege pakjesavond. Dus ze zijn nu met elkaar aan het opjagen. Lopen doe maar even niet. Doe maar gewoon even lekker je tanden poetsen. Ja, ik voel me echt precies zo. Nou, doe maar lekker je tanden poetsen. Het is verder ook heel koud bij ons in huis, want ik weet niet waarom. Ik ben niet jaloers dat die kinderen naar de badkamer moeten. Want het was echt super koud. Zo koud zelfs dat ik mijn eigen hier heb opgekleed. Dat is nope, not happening. En ik denk dat het een beetje te maken heeft dat er heel veel wind staat. En beneden hebben we een aantal van die strips dingen. Toch strips? Nee. Ventilatiestrips. Ik denk dat het is. Dus ja. Verder komt mijn moeder vandaag. Meestal komen vanavond pas. Ik was eigenlijk van plan om Sinterklaasspul weg te halen en kerstdecoratie te halen. Maar als het goed is, ik zeg als het goed is, heb ik een mediatorafspraak staan. En de reden waarom ik zeg als het goed is omdat we wel allebei hebben gezegd dat we die dag konden met dat feestfest. Dus vandaag om 10 uur. Maar we geven best geen pas. Ik ga er wel van naartoe. En dan we shall see. Dus ja, ik denk niet dat ik daar vanochtend naartoe kom. Ik heb het aan mijn moeder gevraagd of ze eventueel om 12 uur zwart gesprek op de school is. Want dan moet ik nog niet zo te haasten. Ja, maar die moest daar niet, maar je denkt, kan er ook op, die kan er ook op. Kijk maar. Zie het? Die moet natuurlijk naar daarheen. Moet je nou even die naar beneden doen, ja? En dan die weer omhoog. Ja? Ja, kijk, nou zitten ze goed. Oh, die alleen niet. Shitting Billy C. Het is moeilijk hoor. Bibbidi babbidi boe. Nou. Bibbidi babbidi. Het is nu 10:10. En ik heb echt helemaal geen update meegegeven. Mijn mediation ging best wel goed. Ik denk dat we allebei gewoon even de reset knop nodig hadden. En we hebben gewoon lekker. Nee, we hebben gewoon gekletst. En het voordeel van de mediator erbij is dat ze eigenlijk altijd de kinderen, het belang van de kinderen voorop stelt. En dat soms heb je dat wel echt nodig. Zij heeft ook een beetje achtergrondpedagogisch zien waarom kinderen bepaalde dingen kunnen zeggen of waarom ze bepaalde dingen nodig kunnen hebben. Die, nou ja, die ook. Dus dat is wel heel fijn. En toen kom ik terug, toen was mijn moeder er al. Dus we zijn nog even naar Middelburg geweest. Ik wil wel heel graag naar de schoentjes bij de jurk, maar we vinden wel heel andere dingen, setje gevonden, dus dat is wel leuk. Frietjes gegeten en naar bed gegaan. Redelijk. En we hebben nog eens beneden gekletst en Pascal is nu op de boven. Ik ga even snel douchen. Het is echt verschrikkelijk. Het is tijd voor Christmas. Lekker douchen. En Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like goedemorgen, welkom bij deze zaterdagmorgen met een twist. Want waar ik gisteren, want ik dacht van, oh ja, zo gaat onze dag eruit zien bij Bella. Namelijk Macy moest de wedstrijd spelen vandaag. En ik wou 's ochtends de kerstboom gaan opzetten en ging ermee gaan opruimen. Vanmiddag hebben we een verjaardag. En daar eten we dan ook gelijk. Dus dat is een beetje hoe morgen eruit gaat zien. Dus ik ben helemaal in de gloria, want ik niet weg. Kon lekker thuis blijven, niet meer aan de voetbal of naar de hockey. En ze liggen allemaal op bed. En dan krijg ik om 9:30, 10:00 of zo. Ik denk 10:00 pas. Een berichtje van de coach van Doden. Hey, winkelvereniging morgen. Hadden we wel gezamenlijk tot 12 uur. Eerst dit, dan dat. En ouders worden verwacht dat ze blijven. Want ze helemaal uitleggen hoe het programma eruit ziet. Want er zit techniek training bij het misdelen. Het is een beetje een soort ander soort training als dat ze normaal gesproken krijgen. Op 10:00 s'avonds. Ja. Toppie. Dus het was nog gelijk ook hier chaos, want nou ja, voor meesten moesten dus ook nog thermokleding hebben, want het is super koud buiten. Maar je mag wel alleen maar speciale soort kleuren hebben, want het moet kunnen zien dat die van mijn thuisteam is. Nou, en dat ging wel, maar nog heeft natuurlijk nu ook thermokleding nodig. En ik dacht, dat hoeven we dan niet van de volgende week. Nou, en ik confusing. En Pascal was laat, dus die ging net op tijd ineens weg. Maar was even vergeten zijn dochter wakker te maken. En dat is toch een belangrijk detail als ze niet denkt dat ze vrij mag uit gaat blijven. Dat is eigenlijk niet echt. Kom blij, net ze kon op tijd. De vraag was van, goh, ga je mee naar de hoekje of ga je een half alleen thuis zijn? Ze heeft gekozen mee te gaan naar de hoekje. Dus ik ga zo lopen aankleden. Het is bijna 9:30, dus ik moet aangekleed gaan worden. Ik nog een beetje opruimen. Maar ik kan dus niet vandaag de kerstboom opzetten. Beetje jammer. Ik denk niet dat dat vandaag gaat worden. Wie weet. Dus ik was eerst misschien niet. Wow. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Let's sing a carol and we'll bring it here. Alle kinderen zitten boven. Ze zijn of met een speelplaats of Sinterklaasprogramma bezig of met Lego of met iPad. Ze zijn allemaal lekker relaxed eigenlijk, wat super fijn is. Ik wou eigenlijk gaan editen voor jullie vanavond. En ik heb 1 dag van de 3 die ik gedaan wel af. Maar ik heb een beetje moeite, maar ik gooi iedere keer alle documenten en alles ervan af. Alle footage. En het is nu 14:24 en ik wil 15 uur iedereen gaan aankleden met de verjaardag van mijn stiefmoeder. En eten we ook denk ik op restaurant vast vanavond kan. Ik denk dat ik gewoon dat ik even de bedder die ik ervan af ga halen. En ze mag natuurlijk Klaas wel eventjes opruimen tot die tijd. Want dan kunnen we hopelijk morgen kerst gaan doen. Dus ik wil sowieso niet kerstvideo's uit gaan brengen. Dus een vlogmas. Dus ik weet het. Een beetje... Nee, het is geen... Maar ik wil gewoon veel. Ik wil veel. Dat is een beetje het probleem. Ik moet niet veel. Ja, dat is een beetje onzelfde geloof. Rekje, jij gaat er met mama mee? Ik ging met mama mee toch? Wat heb je voor moois gehad? Wauw. Die is wel heel cool. Wauw, I like it. Ik kan ook, als het ook wel bij, dan mag het. Wauw, van de Spar. Nou, zullen we eens kijken of we voor de jongetjes er ook zijn? Ja, en mogen wij dan ook zo chocola? Oh, dit is heel oneerlijk. Schat, het is nu ook heel oneerlijk. Goedemorgen en welkom bij deze zondagmorgen. We hebben een planning, dus ik wil gewoon heel veel, niet niks. Ik heb het wel druk, dan heb ik het al wel. Ik wil vandaag de kerstboom opzetten en eigenlijk al gewoon iets Christmas decoreren. Dus dat gaan we sowieso even beginnen. De kamer is zo goed als ready. De jongens die zijn buiten met het kerstgeleutje. Ik laat het een beetje voetballen. Hockeyen. De jongens die zijn buiten met hockeyen. Ik heb het meest misschien glas gaan. Nee, helemaal buiten. Met 2 hockeystiks. Gewoon water bij. Ik ben buiten spelen, maar goed. Ja, dat is kalm, Boris. Ik heb vanmiddag in de buiten zitten. Zodra ik zei van dat vandaag kijk, omdat ik daar zei altijd, ja, wil de kerstboom doen. En ik kan gewoon geen 4 helpende handjes gebruiken. Als ik de kerstboom nog moet opzetten en het lichtje wil ik eigenlijk zelf doen. Decoreren met kerstornamentjes en zo mag ik zo ook. Maar dat doe ik het wel een beetje. Dus dat is vandaag de planning. Is goed, hebben jullie dat al gezien? Want ik ga wel een Decorate for Christmas video maken. En ik zal 2 vlogmas. Dat is allemaal leuk, voor de rest staat er ook niet heel veel op de planning. Dan de kerstboom. Ja, dan kunnen we kerstfoto's maken of een kerstkaart. Ik moet vandaag wel alles doen. Ik heb inderdaad 2 vlechtjes in met verschillende dingen. Ik dacht mijn haar moet uit mijn gezicht. Ik had het boven mijn hoofd zetten. En ja, dat is een beetje hetzelfde voor vandaag. Ik doe dit. Ik heb geroepen. Doorlopen dat het een visdood is. En aangezien ze best wel lang met 2 boven zijn geweest, maar denk ik zomaar, wat is er met die vis gebeurd? Kom eens hier. Hoe kan dat nou? Kom eens bij mama. Ik sta hier. Maar hoe kan dat? Weet het niet. Heb je maar het water gehaald? Ging je kijken of die buiten het water ook kon leven? Ja, is hij nou dood? De vis? Gaan we eens even kijken dan. Maar was je ermee aan het spelen? Nee. Maar hoezo gaan jullie met de goudvis spelen? Met je goudvis. Ging je gooien met je goudvis? Ja. De verdict is in. Ze hebben met de vis opgegooid. Ze hebben een bakje met een hapje gedaan. En ze hebben hem van de papsop blijven in een bakje met water weliswaar. Maar goed, het bakje is veel te klein voor dat vis. Überhaupt. Waarom zou ik het verdedigen? Gewoon. Dus het is nu dood. Ik weet niet eens iets te bedenken nu. Maar gaan we straks op. Anders was alles het visje mij heeft aangeraakt even afspoelen. En dan fijn. Echt lekker kerstgedachten. And I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you.